naar bed en ik ben wel even geslag. Ik ben dus op de weegschaal gaan staan voor mijn eigen best wil. Ik heb even jullie mening nodig. Ik weet het even niet meer. Misschien hebben mensen hier een heel goed oog voor. Dus. Een hele goede morgen. Het is weer maandag. Welkom terug bij een nieuwe vlog. Ik heb Leo alweer naar school gebracht en we zijn lekker aan het doortochten. Ja, hoef ik niet. Eet jij maar op. Ik ga nu even aan dat trucje beginnen. Even sokken bij elkaar zoeken. Sokken zijn weer al bij elkaar geraapt. Eén avondje laat naar bed en ik mijn lijf is gezwang. Ik moet hem hier net vandaag gaan, dat kan niet eens drinken. Nou kijk, daar zijn ze al. De fruitvliegjes. Ik heb echt stronthekel aan die beesten, want ik heb echt een hekel aan maden. En vaak is dat zo'n samenhang van omstandigheden. Ik heb normaal fruit ninja. Die is heel duur. Dus ik heb nu volgens mij bij de Aldi gekocht. Nee, ik ga het proberen. Wat is dit nou weer? Ja. Nee, fruit ninja is wel makkelijker, maar goed, we gaan het maar proberen. We kijken wat het doet. Het hele flesje moet ik doen. Ja, dan zet ik het maar hier neer. Ik heb geen idee. Het zal wel goed komen. Wel, is gewoon weer fruit ninja komen. Ik weet niet vooruit. Ik zou vandaag weer starten met de dieet. Nou, ik heb weer geen motivatie. Of nee, met een gezonde levensstijl. Ik hoor Rebecca daar zo praten, die is helemaal met de personal trainer en die gaat helemaal knallen. En die zei ook van ja, als je dan een keer volhoudt, dan kan je echt trots zijn op jezelf. Maar ik heb het natuurlijk al wel een keer 12 weken volgehouden. Maar ik mijn moeder heeft vandaag weer onderzoeken, volgens mij is het nu de biopsie, dus wordt wel een roesje. En ik ben gewoon een stress eten. En dat lost natuurlijk uiteindelijk niks op. Ik dacht echt dat ik nu de motivatie wel zou hebben. Maar nope. Ik zie het wel. Misschien moet ik gewoon morgenochtend op de weegschaal gaan staan. En dan schrik ik hoogwaarschijnlijk. En dan heb ik weer motivatie. Ik ga eigenlijk de weegschaal loslaten. Maar ik denk dat ik hem nu even nodig heb om even mijn neus op de feiten te drukken. Dat ik anders echt de klauwen uit laat lopen. Met de broodje. Hier gewoon brood voor me maken. Hoe vraag je dat ook weer? Dat je ook zo'n broodje met je. Oh, oké. Okay. Nou, leuk NRE samen dansen. Ja. Goedemorgen, lieve mensen. Ik heb net het eten weer klaargemaakt. En ik ben dus op de weegschaal gaan staan voor mijn eigen best veel. Niet omdat ik er blij van word, maar omdat het wel even moest gebeuren. Want anders dan gebeurt helemaal niks. Dus ik ben weer een beetje terug op gewicht van wat ik was rond de laatste loodjes. Toen ik daarmee begon. Dus ja, ik kan weer opnieuw beginnen. We gaan nu gewoon langzaam een beetje starten. Ik heb nu nog wel ijsje, koffie en zo staan, dus dat laat ik dan gewoon eventjes voor wat het is, want dat wil ik gewoon opdrinken. Dan ga ik daarna over op de Red Bull. Dan ga ik gewoon een beetje normaal doen en dan kijk ik volgende week even wat dat gedaan heeft. En dan kan ik vanaf daar een beetje gaan doorpakken. Maar ik moet eerst een beetje gaan afkicken van al het vergeten. En ja, nogmaals, ik ben een emotieeter en ik weet dat het niet helpt om te eten, dat het er niks op lost, maar goed. Ja, dat zit er gewoon in. Ik ga nu richting werk. Sorry voor mijn herkomen, maar wat een
bloedhitte vandaag. Het mag nu wel een beetje afkoelen. Ik vind het nu benauwd worden of zo. Ja, en ik zit ook natuurlijk in uniform. Ik ga het kort houden, want airco, ik kan hem niet zachter zetten. Maar we kregen gratis eten van Schiphol. Joehoe! Een hele goede morgen. Wil jij een hoedje mee? Ja, je hebt staartjes op, hè? Dat gaat niet. Hè. Gaan we al? Nou, je moet sowieso nog even je schoenen aandoen. Dat is wel zo handig. Mam moet ook even schoenen aandoen. En mam moet even een extra tasje hebben waar jouw zonnebrand. En even een flesje extra drinken moest ik meegeven. Ze gaat naar Schatteiland. Dat weten ze nog niet. Oké. Okay. Eens even kijken. Oh, mama moet nog even wat pakken. Ja, wou haar bed groter, dus dat hebben we even gedaan gisteren, maar ze wil hem dus ook schuin hebben, waardoor deze doorloop heel klein werd. Dus daar stond dat bureautje, dus ik heb het nu daar neergezet. Ik heb een nieuwe hoes voor het stoeltje, maar ik zag het bij een maar tenminste, zeg maar bij zo'n voorbeeld iets, trap. Maar ik kon ze niet echt vinden dat je ook kon kopen, zeg maar. Dus ja, dit voelt nu allemaal heel rommelig. Dus misschien dat het Barbiehuis, want ja, die zithoek met kussens is niet meer nodig. Maar we hebben eigenlijk een prinsessen iets voor op Noah de kamer. Dus misschien kan die dan daar. We moeten even kijken. Lia is nogal gesteld op de spulletjes. Maar het irritante is nu dat het nachtkastje er niet normaal naast past. Dan zit je met die radiator. Zie je, het is net niet helemaal feng shui. Het beste zou zijn als je uiteindelijk zo tegen de muur gaat. Maar ja, dat scheelt ook weer ruimte. Nou, ik neem de ruimte in jullie op. De deur gaat dus zo open. En gooi tips in de comments. Ik heb even jullie mening nodig. Ik weet het even niet meer. En misschien hebben mensen hier een heel goed oog voor. Dus dan. Let me know. Lieve mensen, sorry weer voor de herrie. But I can't without airco. Ik, jawel, dat is niet. Ik heb het ook een keer eerder gedaan. Oké, heel eventjes. Tim werkt vandaag een keertje thuis omdat hij vrijdag een etentje heeft. Dus dan is het makkelijker om gewoon op werk te. Vergeet dit gewoon. Makkelijker om gewoon op werk te werken, zeg maar, in plaats van thuis werken, want dan kan hij meteen daarna door naar haar hoofd oprijden. Dit zie ik nu ook. Dus ik kon nu eventjes sporten, maar we hebben twee basic fits in Lelystad en eentje is, het is niet te doen hier binnen. Dus ik heb echt alleen maar 20 minuten op die loopband gestaan. Toen dacht ik, nou, ik heb mijn ijskoffies verbrand. Ik vind het even gezegend, want het is echt eventjes te heet. Dus morgen gewoon weer naar de stad toe. Die heeft gewoon betere airco. Het is ondertussen alweer 2:30. Dus ik rijd nu naar huis. Zet ik de auto neer. En dan ga ik Lia halen. Want die ging einde van school nog even spelen bij zo'n grote speeltuin bij ons in de buurt. Dus, maar ze was op de fiets. Dus ik moet wel even de auto thuis neerzetten. Ah, ik stond te zweten op die band. En er zijn van die meiden die gewoon niks. Niks naar op het. Maar goed. Ik ga de airco weer aanzetten. Was die leuk, Lia? Ja? Wat gaan we doen, Noah? Bad. In bad? Ja. Lekker hoor. Ik heb pasta met kip en spersiebonen. Eet smakelijk, Noah. Eet smakelijk, Lia. Gezellig dat je aan tafel zit.